Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Horrorzondag aflevering hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin en wij zitten hier weer in dit ene spel genaamd Dungeon Nightmares 2. Dit is aflevering 2. Als je aflevering 1 niet hebt gezien, staat een linkje in de beschrijving naar die aflevering. Want daarin zijn we al een beetje verder gekomen. Iets met kamer 313 en we waren 3000 uren bezig met het zoeken naar een artefact. Jawel, maar we kunnen in ieder geval dit nu weer gaan spelen jongens. Vorige aflevering vonden jullie volgens mij allemaal best wel leuk en ook wel erg eng. En werd er ook gezegd tegen mij van Melvin, het is enigszins donker het spel, maar het spel is ook behoorlijk donker. Ik zelf zie ook al bar weinig, maar ik zou proberen erop te letten. We hadden volgens mij vorige aflevering dus die kamer opengemaakt, 313, die zat hier ergens als het goed is. Ja, kijk. Wat? Ik weet zeker dat ik had opgeslagen met het spel. Dat meen je niet. Ik druk op continue game en er is helemaal niks. Wat? Oké, laten we dan eens naar die lift gaan. Ik heb nu geen flauw idee. We gaan gewoon maar weer die dungeon in. Oké, gaat liftje open en dan gaan we naar beneden. Oké, we gaan het dan gewoon een keer doen. Ik heb geen flauw idee, want volgens mij was ik verder gekomen. Alleen heeft het spel het niet opgeslagen of zo. Ik weet het niet. Oké, jongens, daar zijn we dan. We zijn hier weer in zo'n dungeon. We kunnen weer zo'n lichtje aandoen, maar dat ga ik niet te vaak doen, want dat is en heel irritant voor mensen die van die aanvallen kunnen krijgen. En het is voor mij ook niet echt heel erg fijn, want like, what the fuck. Ik snap niet helemaal het nut ervan, maar oké, jongens, daar zijn we dan. Find the artifact and exit. Oké, jongens. Dit gaat nu, ik vind het nu al niet meer leuk. Oh mijn godje, oké, we hebben hier weer allemaal spul liggen, maar ja, daar hebben we geen ene flikker aan. Oh nee. Oh, I did not see anything. Oké, deze deur kan open. Yes. Er gebeurt niks, hij kon gewoon open. Oké, wat hebben we hier allemaal? Weer zo'n ketting. Oh, het begint nu alweer jongens, ik vind het nu al niet meer leuk. Ik ben zo mietje als het om horrorspellen gaat. Het is echt huilen, maar wat hebben we allemaal op de map? Oké, we kunnen gewoon rechtdoor lopen. Doe dat maar, oké. Hey, Kissy! Kissy, wat heb jij? Heb je iets voor mij? Nee, jawel! Of wat? Ik pak iets op. Alleen, het wil mij niet protecten. Oké, een hallo stoelen. Ik heb niks aan jullie. Nee, oké. What the fuck? We zitten nu alweer in een stuk dat doodloopt. Waar kunnen we dan heen? Oh, dit loopt hier helemaal dood, joh. Oké, nee, ik vind het nu niet leuk, want dit is allemaal doodloop. Hey! Ik pak allemaal dingen op, joh. Oh, een kissie. Heb jij wat voor mij? Kom op, geef mij iets goeds. Oh, nee. Weer zo'n dom ding waar ik op kan pakken. Ik weet niet wat ik aan die dingen heb, joh. Wat ik allemaal meeneem. Ik weet het echt niet. Oké, laten we maar gewoon verder lopen. Deze deur openen. Yes! Ga open. Sesam open nu. Dankjewel. Wat hebben we hier? Oh, mijn god. Oké. Oh, ik vind het echt niet leuk, die sound effect. Oh, doe alsjeblieft normaal. Oh, ja, kist! Geef me iets. Nee, geen artefact. Geen sleutel. Fucking hell. Oké, waar moeten we dan heen? Huh? Wat is dit ooit voor kleine dungeon? Ah! Doe normaal. Wat is dit ooit voor kleine dungeon? Ah! Oh, ik heb het al zo warm op mijn kamer en dan gaat hij... Oh, mijn god. Oké, kunnen we terug omhoog dan? Wat is dat voor geluid? Oké, dat klinkt niet fijn. Maar voor mij is dit een hele kleine map. Oh nee, daar kunnen we nog heen. Oh, hier. Oh, mijn god, joh. Oké, ik weet niet waar dat is. Oh, shit. Dit vind ik niet fijn. Dit vind ik niet fijn. Hallo skelet, doei skelet. Oké, laten we deze openen. Kom op. Nee, geen artefact. Waarom niet? Geef mij een artefact. Ik heb er eentje nodig. Dom skelet. Jij bent ook echt zo dom. Jij kan ook helemaal niks. Ik vind het niet meer leuk. Oh, laten we verder lopen. Oké. Ik ga gewoon rennen en gewoon... Oh ja, we hebben astma, dat is ook zo. Dat vergeet ik de hele tijd. Ik ren gewoon als een motherfucker en... Heb ik serieus 4 candles? Oh mijn god, joh. Licht in de brouwerij. Oh, dit is fijn. Dit is heel erg fijn. Ook al is het niet het beste licht dat we kunnen wensen, het werkt. Hè. Ah! Waarom gaat daar een deur open?
Waarom gaat daar een deur open? En wat deed dat kind? Oh, jongens. Is echt niet een leuk spel, hoor. Nee, fucking hell. Oh, kist. Geef me iets goeds. Jij hebt sowieso een artefact. Nee, dat heb je niet. Hebben we dan hier ergens een artefact staan? Sowieso moet hier ergens een artefact liggen, jongens. Ik heb er eentje nodig. Oh, nee. Daar liggen van die spikes. Daar moeten we niet overheen lopen. Dan gaan we fucking hard dood. Nee, oh, hier nog een kist. Oké, we moeten echt alle kisten openen. Ja! Yes! Yes, kamer 304. Oh. Wil ik deze deur openen? Ik weet het niet. Oh, nee, ik weet het niet. Is hier ergens anders een lift? Ik weet niet wat ik allemaal hoor. Ik ga nog een keer zo'n lichtje aandoen. Dat vind ik toch wel een wat fijner. Ja! Oh mijn god! We hebben het gehaald! We hebben het gehaald! En wat is dat ooit voor geluid? Ik weet niet of jullie dat horen. Het was opeens van... Oké, nee, maar... Jongens, we hebben het even gefixt. Oh mijn god. Ging ook best wel snel eigenlijk vergeleken met de vorige keer. Maar jongens, we staan op. Het is weer 5 juli. Dat viel trouwens vorige mensen allemaal op. Dat het de datum is die het ook in Windows is. Dus ja, maar we hebben nu de kamer voor 304. Of ja, de sleutel voor de kamer 304. Dus wat wij gaan doen is naar kamer 304. En hier zat weer zeker die teddybeer. Ja, hallo teddybeer. Oh mijn god. Nou, ik weet in ieder geval dat hier in dit hotelgangetje niet zo heel veel te gebeuren is. Maar waar is kamer 304? Hier is 305. Dan is hier 304. Eén van deze twee. Het moet wel. Dat moet. 303. Ja, oké. Okay, we gaan hem openen, jongens. Oké, 3, 2, 1. Bam! Holy shit. Oké, daar gaat hij. Oh. Heb ik een lichtje? Nee, ik... Oh, nee. Ik durf dit niet. Mensen, ik durf het niet. Ik zie daar iets liggen dat we kunnen pakken. Oh, en er is ook helemaal geen één geluidje te bekennen, hè? Oh, wat is dat ooit? Dat is een oog. Oké, okay, I'm done. I'm fucking done. Doei, doei. Oké, okay, we gaan nu naar die lift. We gaan nu naar de lift. Oh, fuck. Doei, doei. Oh nee, ik krijg weer kippenvel van... Oh, werkt lift. Ja, de lift werkt. Dankjewel, lift. Ook al moet ik daar niet heel blij mee zijn. Oh mijn god, ik durfde echt die kamer niet in. Dat was echt niet leuk. Oh, ik ben echt zo fucking scheiterd als het gaat om horrorspellen. Wat? Thank you for playing. You just have completed the short preview of Dungeon Nightmares 2. Wa? Oké. Serieus. Dit was het. Dit was het spel. Dit meer is er niet. Dit was serieus het spel. Ik kan op continue game drukken. Ik weet niet waar ik dan terecht kom. Wat? Dit basje? Dit is serieus voor mij. Dit was het. Ja, dit is weer het begin. Oké, jongens. Nou, dan was dit de aflevering. Hebben we dit spel uitgespeeld? Of ja, demo was het eigenlijk. Wel een hele korte demo dan. Ja, in ieder geval. Heb je dan genoten van deze Horror Zondag? Druk op de blauwe duimpje omhoog. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. En ben jij nog niet geabonneerd op mij? Dan snel knopje abonneren hier beneden. Zodat bij jou op de hoogte van de video's. Dan mag ik nog maar eens zeggen tegen jullie. En dat is... Doei, mensen!